ga je doen? Waarom heb je opeens zo haast? Aisha, wat ga je doen? De bel is nog niet gegaan. Hallo Aisha. Nou, zoals jullie misschien wel weten heb ik een winactie gehouden. En die winactie die wil ik eerst eventjes laten zien. Want wat konden leerlingen winnen? Een PlayStation giftcard en een bol.com kaart. En er zijn 2 winnaars in totaal. En we gaan nu even kijken wie die winnaars zijn en hoe ze hun prijs in ontvangst nemen. Let's go! Vandaag met de winnaar en de winnares van de winactie. Wie zijn jullie? Stel je voor. Ik ben Sophie. En ik ben Nout. Ja, Sophie en Nout. En wat hebben jullie gewonnen? Had ze de flats. Yes. En ik geloof met de bloemetjes is voor Sophie. Meisje. Ja. Dank u wel. En dit is ook bloemetjes. Ook bloemetjes. Voor een jongetje. Kijk maar eventjes wat erin zit. En doe net alsof je heel blij bent. Dat is meestal leuk. Oh wow. Dit is echt niet verwacht. Oh my god. Echt niet verwacht. Nee, jullie konden ook helemaal geen bol.com kaart winnen. En een PlayStation giftcard. Nee, dat wisten jullie helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, jongens. Ik... feliciteer jullie van harte met deze mooie prijs. Dank Geniet er lekker van. Ja. En wil je nog iets zeggen tegen de mensen? Like en subscribe. Ja, volg Aardrijkskunde Kennisclips. Like en subscribe, kom op. Oké, dank jullie wel jongens. Doei. Ja, wil je nou de volgende keer ook meedoen met zo'n winactie? Vergeet me dan niet te volgen op Instagram en natuurlijk te abonneren op YouTube. En misschien ben jij de volgende keer wel een winnaar van de winactie. Het is weer maandag. Natuurlijk is het niet maandag. Nee. Ja, dames en heren, welkom terug. Het is weer vrijdag. We gaan weer 5 HAVO les geven en 5 VWO les geven. En bij 5 HAVO vandaag ga ik de Mars en Snickers proef toepassen. En dat is leuk omdat leerlingen dan een beetje inzichtelijk krijgen hoe de platentektoniek werkt en wat je krijgt bij een convergente plaatbeweging. Ja, dat klinkt allemaal moeilijk, maar ik weet zeker dat je zometeen na het zien van deze vlog, dat je precies weet hoe alles in elkaar steekt. In ieder geval veel plezier met deze vlog. We gaan snel door naar de vlog. Ja, natuurlijk gaan we door naar de vlog. Hoezo? Hoezo zou je niet doorgaan naar de vlog? Want het is... Oké, we gaan door. Doei! Jij kan dit. Hij loopt gelijk alweer te spieken, hè? Hij loopt gelijk alweer te spieken. Hey, ik ga even met een pauze nog. Terugkomen. Ja, Mars en Snickers. Het is zover. Hoi, 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 hoi. Het is zover. Hallo, blijf eens van mijn koffie afnemen. Wat ga je opeens doen? Gaan we dit eten? Ja. Mars en Snickers, ze liggen klaar hier. Lekker! 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 Hoi! Hoi! Oké, wat wil je zeggen? Hoi mensen, ik ben Lina. Oh my god, ik sta er volledig op. Eventjes, voor vandaag heb ik voor jullie in de aanbieding een Marsen en Snickers proef. Proef, yes, een proef. Letterlijke proef. En de Marsen en Snickers, die gaan we, daar gaan we iets mee doen. We gaan in ieder geval iets met platentektoniek doen. En we gaan ze inderdaad, Seram, tegen elkaar aandrukken. Lekker busy. Dus, ik dacht, ik heb natuurlijk weer gigantisch veel geld besteed aan deze 2 zakken Mars en Snickers. Dus ik stuur ook even Tikkie. 5 euro. Nee, natuurlijk niet. We gaan zo meteen lekker bezig zijn met die dingen. Dus ik ga die Mars en Snickers zo meteen even uitdelen. Nog niet meteen openmaken. Wacht even op instructie wat we ermee doen. Zo! Ik heb hem gewoon. Hallo, vang eerst. Wat is dit? Je gaat er niet zo zitten. Is het de bedoeling, dames en heren? Dit wordt niet gesponsord. Dit moet je doen. Wat we nu gaan doen, is het volgende. Je pakt de Mars en de Snickers uit. Nee. Spannend hè, jongens hè? Nee, dat kan ik niet. Axel Jan, uitpakken. Ja, het is lastig. Het is lastig. U zorgt ervoor dat deze Mars en Snickers in elkaar verdwijnen. Dus doe maar even, dames en heren. Als je hem in elkaar gedrukt hebt, inderdaad, dan stop je ermee. Ja, dit is goed hè. Dit is goed. Ja? Lekker busy. Ja. Loop je nou te eten? Nee. Oké. Dan, dames en heren, voor degenen die al klaar zijn, hou hem op je papier of waar dan ook. Ik laat even het mes even rondgaan. En wat je dan moet doen, is dat je hem door de helft chakt. door de helft zakt. En dat je eigenlijk beide dingen in één keer mooi door de helft doorsnijdt. Dit is goed. Heeft hij de laag? Ja. Lekker jongen, dit is goed bezig. Lekker hoor. Ja, dit is dus de oceaanbodem, hier onderaan. Hier komt de magma. Kijk, als je hem getekend hebt, dames en heren, dan mag je alvast wat benamingen erbij gaan zetten. Dus bijvoorbeeld continentale plaat, oceanische plaat. Dave heeft een antwoord, wie heeft er nog geen antwoord? Wat zie je nu gebeuren in deze geologische situatie die we net hebben gecreëerd eigenlijk? Aardrijkskunde best wel smaken. Dat sowieso. Dus we spreken hier van een convergente beweging, ja of nee? Ja. Oké, en dat is eigenlijk ook wat er met de gebergte gebeurt. Dus als we het hebben over plooiingsgebergte, dan wil eigenlijk ook zeggen dat er twee platen tegen elkaar geduwd worden. Die gaan verfrommelen met elkaar, de een schuift wat meer in elkaar dan de andere. En uiteindelijk zal het zorgen voor opheffing. Bedoel je aan deze kant en die kant? Bedoel je? Ja. Klopt, en als die dus zo gaan, dan ontstaat hier meer rek. Is eigenlijk dit verhaal, kijk wat er gebeurt, dat er ruimte ontstaat en dat dus die, zie je wat hier gebeurt? Dat karamel eigenlijk uit elkaar getrokken wordt. En op dit moment, als dit bij een aardkorst gebeurt, dan snap je dat als hier heet materiaal onder zit, dus dat het zo gaat, dan dat daar dus heet materiaal naar boven kan komen. Bij deze, Salvador en Colin, zie je dit gebeuren. Kijk maar. Zie je dat? Allemaal opgestapeld. Dit tilt helemaal. Het groene tilt is 100 bij zeeniveau. Ja. Hey, ik heb net een vakantie. Voor op basis al dingen verteld over Nederland. Ja, wacht even, rustig joh. Doe lekker rustig. Van mij? Ja. Oh, je hebt mijn vakantiefoto's laten zien. Ja. Heb je al uitgelegd wat er in Nederland gebeurt? Nee, nog niet. Dat ben ik nog niet. Zal ik even uitleggen wat er in Nederland gebeurt? Nou, dat zal maar eens even doen, ja. Ze waren eigenlijk met de opdracht bezig, maar ja, weet je waar het dan uit. Weet je, maar we gaan. Neem de kaart van Europa bijvoorbeeld. Hoe dat die continenten bewegen, hoe dat die plaattektoniek is. Als we nu gaan kijken naar Europa, dan gebeurt iets geks. We hebben de mid-oceanische rug. Ergens langs IJsland zo in de mid-oceanische rug. Hier hebben we Nederland. Wij zijn keurig netjes Nederland met elkaar. En wij zitten in Nederland met een probleem. Hier heeft Nederland liggen. En de oceaan, die komt van die kant. En Afrika komt van die kant. Wat kan Nederland doen? Nederland kan maar één kant op, namelijk. Het enige wat Nederland kan, is omhoog. Dus Nederland kan alleen nog maar omhoog. Dat betekent dus dat Nederland in de verdrukking komt en dat Nederland dus uitgetrokken wordt. Nederland wordt uit elkaar getrokken. En op het moment dat we dat uit elkaar gaan trekken, dan gaat meneer Helmerhorst laten zien hoe dat eruit ziet. Hai Tobu. Hai Tobu. Ik vind dat jij vrij actief bezig bent weer vandaag, meneer Van Wijngaarden. Maar ik kwam uit Florida. Oh. Sorry, hier heb je een hoog gedeelte, laag gedeelte, hoog gedeelte, laag gedeelte. Leuk dat jullie opletten. Leuk, ja. Ik vond het weer een gezellige les. Ik denk dat we veel hebben gedaan, sowieso. Ik denk dat we iets hebben geleerd over plooiingsgebergte, breukgebergte, horsten, slenken. Ik denk dat je echt even aan de bak moet, gewoon met het tekenen van alles wat je moeilijk vindt. En dat je dat laat checken door mij. Want dan heb je in ieder geval wat meer inzicht ook in de begrip, in plaats van dat gewoon begrip alleen zijn. Oké, ik zou zeggen, ruim lekker spullen op en sta klaar. Wat ga je doen? Waarom heb je opeens zo haast? Aisha, wat ga je doen? De bel is nog niet gegaan. Hallo Aisha, hallo. Ik hoor haar over. Nee meneer, ik moet weg. Meneer, ik ben uit. Echt niet? Je bent helemaal niet uit. Nee. Wat is het? Oké, doei. Was gezellig jongens. Bye bye, zwaai. Niet doen, Sjan. Fijn weekend. Kijk allemaal even abonneren. Maar waar moeten ze op abonneren dan? Ja, omdat het super cool is. Nee, maar waarop? Kijk eens. Oké, doei. Subscribe! Wat? Nu! Ik kan best wel. Oké, dames en heren, ga even zitten op je plek en zorg even dat je alle spullen die je niet nodig hebt, in ieder geval wegdoet. En bevat weinig vocht. We maken de aarde nu even plat. Dit om het volgende verhaal begrijpbaar te houden. Hoogdrukgebied. Op 30 graden noordenbreedte. Wat je ziet in het filmpje, als het goed is, is dit basiskennis van vorige week. Doei, was gezellig. Fijn weekend. Doei. Bye bye, zoals wij. Doei. Zo, dames en heertjes, dat was leuk om te zien, denk ik. Ze zijn lekker bezig geweest. Het waren twee echt hele leuke lessen. Tenminste, voor mij. Ik hoop dat zij het ook vonden. We zijn lekker bezig geweest met die Mars en die Snickers. En zodoende komen leerlingen ook een beetje tot ontdekking dat het eigenlijk best wel simpel is. Want een convergente plaatbeweging, of tenminste platentectoniek in het algemeen, is gewoon een beetje ver van je bedshow, normaal gesproken. Aangezien het altijd niet zo heel erg tastbaar is wat er nou precies gebeurt. Ja, we zien wel bergen, we zien wel vulkanen. Maar hoe zijn die er gekomen? En dat is natuurlijk heel interessant om dat met de Mars en met de Snicker lekker tastbaar te maken. En dat is nog lekker ook, want de leerling komt niet altijd van de chocola afblijven. Geef ik ze ook groot gelijk in. Dus voor mij nu weekend. Ik hoop dat het voor jou ook weekend is. Ik hoop dat je hartstikke leuke dingen gaat doen. Ik ga wel leuke dingen doen. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe vlog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het dan eventjes. Belletje aan, duimpje omhoog, dat soort dingen. You know what to do. En natuurlijk mij volgen op Instagram. En dan wens ik jullie allemaal een gigantisch fijn weekend. Tot de volgende week. Doei!